Ik ben zeer trots op waar ik nu woon. Ja, het is een heel leuk dorp om te wonen. De omgeving waar ik woon, ik woon gewoon mooi dicht bij mijn werk. De mensen die hier allemaal wonen, het Klazienerveen, gewoon lekker compact sfeertje met elkaar. Ik heb soms wel eens van die momenten dat ik bij mezelf denk van jongens, ik wil heel graag naar het buitenland. Ommerode eilandje, dat heeft eigenlijk meer te maken met de regels die hier een beetje in Nederland gelden. En op dat moment heb je wel eens een keer van die paalmomenten dat je denkt van ik wil hier gewoon weg. Naar een ander land toe. Wat ik zou willen veranderen aan Klazienerveen is toch wel dat er een keer wat meer komt voor de jeugd, de jongeren hier in het dorp. Op dit moment is er gewoon heel weinig voor de jongeren, eigenlijk weinig tot niks. En heel veel jongeren, wat ik hier merk, zit natuurlijk ook in de suipketen, zoals dat wordt genoemd. De coma-suipers, waar we het net ook over hadden, wordt niet minder, het wordt steeds meer. Ik denk van, wat zal zo'n wet uithalen? Nou, heel veel wat je hier toch wel hebt in omstreken is echt wel de geheimen zijn de muziek. Maar het is toch echt wel een slagmuziek waar je liefhebber van moet zijn. Gaan we eens even kijken. Misschien heb ik op de iPad één kan vinden. Nou, we hebben er één. Ik durf het niet te zeggen, maar ik geloof dat het met koning Willem-Alexander te maken had. Als ik het goed begrepen had, maar dat heb ik al gelezen. Ja, oké, dan heb ik wel de goede inderdaad. Ja, wat vind je dan van die naam? Ja, mijn mening is, waarom is het niet beter? Of waarom moet het weer naar een koning gaan of naar een prins? Of waarom niet naar iemand uit Klazienerveen, een belangrijk persoon? Nederland moet wel iets hebben om een gezicht te hebben eigenlijk. En mijn mening is toch wel dat de koning en koningin, toekomstige koning en koningin, dan echt wel een gezicht hebben in Nederland. Maar mijn mening is toch dat de regering dan wel anders kan. Van deze nacht ben ik